De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, is in Suriname om een vorig jaar in Amsterdam getekende samenwerkingsovereenkomst te bekrachtigen. Op een symposium van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij haalde ze aan dat de samenwerking tussen de SWM en Waternet in Nederland een mooi voorbeeld is van de goede band tussen Paramaribo en Amsterdam. Dit symposium biedt volgens haar kansen om de samenwerking te versterken. Nadat Halsema geïnformeerd was over de situatie in Brokopondo, zei ze dat zowel Nederland als Suriname uitdagingen kennen als het aankomt op wateroverlast. Klimaat en ligging hier bieden ook grote uitdagingen en soms grote problemen. En het komt er dan op aan dat we slim gebruik maken van elkaars inzichten en expertise. En we weten allemaal dat de uitdagingen waarvoor we staan complex zijn. Klimaatverandering, waterverontreiniging, het bedreigt de veiligheid en ons drinkwater en voedselvoorziening. Langdurige regenval, afgewisseld met extreme droogte, vragen om slimme manieren om bijvoorbeeld met wateropslag om te gaan. Op basis hiervan vindt Halsema dat Nederland en Suriname van elkaar kunnen leren. Ze hoopt dat middels dit symposium er verder onderzoek gedaan wordt naar hoe de samenwerking tussen de twee landen verbeterd kan worden. Wat mij betreft zou dat een mooie uitkomst zijn van vandaag, als het er inderdaad toe leidt dat we onze samenwerking inniger maken en daarbij sterker kunnen inzetten op klimaatadaptatie nog dan we al in het verleden deden. Omdat we elke dag zien hoe hard dat nodig is. Wij zijn zeer geïnteresseerd in de Surinaamse oplossingen en we leren graag van een land dat als een van de weinige landen ter wereld een negatieve uitstoot van koolstofmonoxide heeft. En graag delen we ook iets van onze werkwijze, waarbij wij vanuit Amsterdam steeds meer samenwerkingsverbanden aangaan. Bijvoorbeeld met tussen het regionale waterschap als bestuurlijk orgaan met als uitvoeringsorganisatie Waternet. Halsema stelt dat de gemeente ervan uitgaat dat klimaatverandering geen grenzen mag kennen. Ze wil intensiever samenwerken met Suriname om mogelijk nieuwe oplossingen te vinden voor de problemen waarmee Nederland geconfronteerd wordt ten aanzien van dit vraagstuk.